Goedemorgen Oosters, mijn naam is Jeff van Dongen van Ongelooflijk Oosten. En vandaag laat ik jullie zien wat voor een supergrote perzik je in Nederland kunt telen. Dus ik neem jullie mee, we gaan ze meten, we gaan ze wegen en ik laat ze zien. Ja, we staan hier bij een super perzikras. Deze is helemaal krulziekte resistent. En het voordeel is dat hij ook nog eens heel erg vroeg is. Verder is het zo dat wij aan onder kun je zien smeerwortelen hebben gezet. Deze is al een keer gemulcht geweest, zoals je in mijn voorgaande video kunt zien. Dat zorgt ervoor dat er eigenlijk continu voeding beschikbaar is voor de perzik. Je ziet hoe vol die hangt met prachtig grote perziken. In de boom. En deze gaan we er nu afhalen en we gaan eens kijken hoe ze smaken, hoe groot ze zijn, etc. Ja, moet je zien wat een prachtige perzik. Hij begint al zacht te worden, dus ook rijp. Ik ga eerst even de omtrek meten. ...26 centimeter. Dus echt vergelijkbaar met een appel. Prachtig. We gaan de vrucht ook even wegen. De weegschaal meegenomen. Nou, ongeveer 275 gram. Dat betekent dat er 3 tot 4 perziken, dan heb je al een kilo perzik. Nou, zijn we natuurlijk benieuwd hoe die van binnen eruit ziet, hoe die smaakt. Gaan we ook kijken. Het sap druipt er vanaf. Dus aan deze kant is hij al mooi aan het afrijpen. Hier is hij nog wat groener. Je ziet de pit binnen de pit. Dat is eigenlijk hetzelfde als een amandelpit. Nou, ik zal hem eens proeven. Is echt ontzettend lekker. Heel sappig, knapperig. Echt die diepe nectarinesmaak zoals je die wel kent van hele rijpe nectarines. Ja, ik hoop dat jullie echt ook net zoals ik ontzettend verbaasd zijn over wat voor een prachtige perzik je in Nederland kunt telen. De rasnaam die wil ik graag onthullen, want ik weet dat heel veel van jullie daar benieuwd naar zijn. Maar dan wil ik eigenlijk minimaal 10 opmerkingen onder de video zien, onder onze YouTube video, met de vraag wat het ras is. En dan zal ik het bekendmaken. Nou, samen maken we de wereld mooier en ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden.